Vaak is een oorzaak, een reden of een motief te vinden voor datgene wat je doet. Je kunt zeggen dat je een drijfveer hebt om dingen te doen. Dat kan zijn een behoefte om iets te maken, te presteren of misschien wel de behoefte om waardering te ontvangen van een ander. Motiveren is er dus voor zorgen dat je zelf of een ander zich inspant om prestaties te leveren. Er zijn twee soorten factoren die jou aanzetten om dingen te gaan doen. Dat zijn de intrinsieke factoren, factoren die van binnenuit komen. De activiteit is op zichzelf al belonend omdat het belangrijk voor je is. Bijvoorbeeld jij vindt een schoon schap in de winkel belangrijk. En sommigen hebben talenten om dingen vanzelf te doen. Dat zijn dan de intrinsieke factoren. De extrinsieke factoren zorgen dus voor de extrinsieke motivatie. Dat zijn factoren van buitenaf, zoals de omgeving waar je werkt. Je krijgt bijvoorbeeld een beloning van buitenaf in de vorm van geld.